Groen, gezond. Ja, het nieuwe jaar is weer begonnen. Iedereen wil ook weer gezond leven. Nou, ik ben nu met in het ziekenhuis bij de rookstoppoli. Ik zei het in één keer goed. En ik heb afgesproken met Titia. Dus ja, de beste manier om te stoppen met roken, nou, dat ga ik van haar horen dan. Wat wij in het, hier in het Martini Ziekenhuis doen, is dat wij vooral focussen op groepsbijeenkomsten. Dus we houden in dat we met een groep van patiënten gaan stoppen met roken. Is het dan niet een hele chagrijnige groep die bijeen is? Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Om dan afkicken? Nee, absoluut niet. Ik bedoel, je moet het zo zien dat ze ook heel veel steun aan elkaar hebben. Nou, je ziet het ook vaak al binnen een aantal weken aan mensen dat ze niet meer roken. De huid is wat beter doorbloed. Je hebt gewoon minder gauw rimpels. En nou, je ruikt natuurlijk lekkerder. Hè? En je ja, kijk, ik bedoel, dat is, maar dat is gewoon wel een feit. En ja, je huid ziet er gewoon gezonder uit als je niet meer rookt. Meneer, waarom rookt u? Omdat ik lekker ben. Rook je al lang? Vanaf mijn 11e. Ja? Ja. Nooit gestopt geweest? Eén keer in de week toen ik in het ziekenhuis liggen heb. Ja. Maar verder niet. Mijn opa die rookt ook alle dagen 60, die is 96 geworden. Heb je vaak geprobeerd op de stop? Eén keer toen ik ziek was, ja, had ik zo'n griep, heb ik 2 dagen niet gerookt. Hoe bent u gestopt? Ik zag in die roddelbladen zag ik 2 longen, een roze en een zwarte. Mm-hmm. Ik denk, zulke longen wil ik niet hebben. Toen ben ik gestopt, wel 10 keer hoor. 6 weken, 3 maanden, 9 maanden, nog weer begonnen, maar de 10e keer is het gelukt. Merk je ook daarna het verschil, zeg maar, van toen je rookte en toen je stopte? Ja, weet je toen fitter? Hoesten en zo, dat het ochtendhoesje, dat gaat weg na verloop van tijd. Ja, dan ga ik nu naar de longarts en dan ga ik vragen van hoe slecht roken nu echt is. De kans dat je longkanker krijgt is inderdaad hoger, 10 keer hoger als je rookt dan wanneer je niet rookt. Maar er zijn ook heel veel andere aandoeningen waar je een veel hogere kans op hebt. Waarbij het risico dat je ze krijgt ook nog eens veel groter wordt door roken. Dan moet je denken aan hart- en vaatziekten. En moet je denken aan COPD, moet je denken aan astmatische bronchitis. En de kans dat je dat soort dingen krijgt van roken, die is echt enorm groot. Om je een idee te geven, 30-40% van de mensen in Nederland gaat dood aan het hart. En als je dan ook nog bedenkt dat het risico dat je hartproblemen krijgt door roken 2-3 keer zo groot wordt, ja, reken zelf maar uit. Heeft roken ook nog een voordeel? Ja, zeker voor de belastingkist, hè? Voor de schatkist. Lekker naar de seks, hè? Wat zegt u?